Zo, vandaag maken we het vervolg van Les 10 af. Dat is pagina 19 in pagina 20. We gaan eerst de vraagjes overlopen. Dus van deze tekst horen er een aantal vraagjes. Vraag 6: Verzin voor elk stukje tekst een passende titel. Schrijf die in de groene balkjes. Dus nu moet je er zelf een gaan verzinnen. Dus je leest dit stukje en je zoekt een titel. Een titel moet kort en krachtig zijn en als je die leest, moet je eigenlijk ook al weten waarover het gaat. Dus je zoekt een goede titel voor deze tekst. En hier schrijf je een goede titel voor deze tekst. Vraag 7. Waarom geeft Hassan zijn familie honing of suiker aan een baby? Dat moet je onderstrepen in de tekst. En dat vind je in deze tekst. En dan vraag 8. Wat is het verschil tussen haram en halal? Vul aan. Halal is voedsel dat de moslims puntje puntje. En haram is het voedsel dat de moslims puntje puntje. En dat vind je in deze tekst. Goed. Volgende tekst. Zo, van de Verenigde Staten. Na dit tekstje heb je twee vragen die je daar kunt vinden. Wat kun je doen als je op restaurant je eten niet opkrijgt? Onderstreep dat in deze tekst. En tien. Doen we dat hier in België ook? Bespreek, dat moet je niet doen. Hè? Dat gaan we laten vallen. Dan hebben we nog een klein tekstje hier. En de vraag is, welk volk leefde er vroeger in Amerika? Dus welk volk? En dat moet je hier opschrijven.